Goedemorgen. Het is veel te vroeg. Mooie lozen. Focus. Ja, focus. Tien voor zes. Het is weer zover. We staan weer in de rij te wachten voor een, op een introductiefilmpje eigenlijk stiekem. Wat ik heb als jou vraag, wat hebben wij in ons oor? Ik heb straks een operatie. Oh, nog niet? Die operatie straks. Maar dit is het introductiefilmpje krijgen we hier op te horen. Dat is speciaal alleen voor. Het is ook wel een leuke ketting op zich wel. Ja, het introductiefilmpje te horen. Ja, ja. 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 Hoe moeilijk is het om gewoon tekst op beeld te zetten? Ja. Maar goed, we moeten kennelijk iets bijzonders gaan doen zometeen. Want we krijgen het te horen. Dus ik ben erg benieuwd. We zijn er weer. Ja. Voor mij mag ze op play drukken. Ja. Nou, we zijn binnen. Susie, ik kan wel zeggen van een normaal slaperig kijken naar glimlach. Dus we hebben net al een knaller van een plaat gehad, omdat hij zo vrolijk was. Lennart Cohen. Een knaller van een plaat. Dat was van Lennart Cohen, de famous Blue Raincoat. Ja, dat is wel de beroemde blauwe regenjas, zeg maar. Hetzelfde als je binnenkort begraven wordt of gecremeerd. Ja, dan is dat, weet je vast wat je kan kiezen. Hij staat in de top 2000, dus het is verantwoord. Het mag. Maar wat kunnen wij nog verwachten in onze ding, zeg maar? De koffie met de gouden kersttruien. Daar ben ik. En dan volgende. 6 tot 7. We zijn nu If There's Something van Roxy. Krijgen we zo even een YouTube momentje. Speciaal voor Suus Cruzo. Waar zijn we nog in? Oh, als de dag van toen staat er ook in. Ja. Ja, met dat geweldig Nederlands-Duitse, zeg maar. Ja, maar dat is lekker mee. Ja, is nog wel, we hebben nog wel wat te gaan, zeg maar. We zitten weer buiten. We staan weer buiten, lopen weer buiten. In de regen. Buiten. Maar het is in ieder geval buiten met een nat zee. Maar niet alleen de nat zee, het regent ook gewoon. Maar het is in ieder geval licht buiten, dat scheelt. Vorig jaar was het natuurlijk nog donker. Een uurtje langer gebleven. Een heerlijke koffie op. Zo. Je gleed er zo doorheen. Ja, dat was echt. Moest je goed even knijpen, zeg maar. Dat was hij weer. We gaan toch nog een beetje proberen te kijken of we kunnen sturen of Gerrit Ekdom volgende keer gewoon lekker een middagprogramma kan. Echt, het is leuk, maar veel te vroeg. Veel te vroeg. Maar goed. Bertje 4 uur. Lekker.